Alweer de 50ste uitzending van Zitten met Henk. Met deze keer Paul Kok, commercieel directeur van IJssel Technologie in Zwolle. IJssel verbetert continu productieprocessen bij grote opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld Douwe Egberts, Auping en Netmag. Wie is Paul Kok en wat bewoog hem om 4 jaar geleden te gaan werken voor IJssel Technologie? Gewoon kijken. Waar ik echt passie voor heb, is de wat fijnere mechatronica. Dus hoe kan je met elektrotechniek en elektronica zeg maar, ja, grote dingen in beweging zetten. Dus ik had een helpdesk-functie, dus klanten konden bellen. Dan kon ik ze verder helpen, want ja, boeren en computers gaat heel goed als je dat goed inricht, zeg maar. Ja. Maar ja. Dit was iets dat was altijd kritisch 2 weken in het jaar. Dus in 2 weken belden ze allemaal, want die oogst die komt binnen. En moesten ze snel even geholpen worden, dat de instellingen goed waren, dat hun product niet in gevaar kwam. Ja, daarin merkte ik eigenlijk ook wel van dat ik dacht van ja, maar dat kan in de toekomst misschien ook wel slimmer. 99% van de mensen in de wereld, die willen je altijd helpen. Als je religie en politiek achterwege laat, dan gaat het puur van mens op mens. Dan maakt het niet uit waar je vandaan komt. Dan kijk je elkaar in de ogen en dan heb je dezelfde behoeftes. En die zeiden van ja, ja toen jij hier aankwam en jij stapte uit, toen dachten we nou, wat komt dit jochie hier nou ons nou vertellen, hè? Dus die waren wel, maar erg waren ze wel nieuwsgierig. Ja. En eigenlijk keer op keer kreeg ik terug van ja, maar na 5 minuten waren we overtuigd, we zitten met een specialist aan tafel. En dat vind ik dan hè, de traditionele manier van hoe wij kijken naar een cv. Weet je, het gaat om de mens erachter, om zijn verhaal wat hij meebrengt, hoe hij in het leven staat, wat de drijfveren zijn. Dat krijg je niet op papier. Dus ik hoor heel vaak, hè, die opmerking krijgen wel, ja, cv is dat je achteruit kijkt. Nee, je moet naar voren kijken van wat willen we en pas jij daarin.